Hoi allemaal, welkom bij les nummer 2. Vandaag ga ik natuurlijk weer een stuk bij de dans aanmaken. En ik ga wat extra oefeningen toevoegen, zoals de grand jeté, die kennen sommigen al wel. En er komt nog wel een uitleg van de opwarming. En er komen ook nog wat extra krachttrainingen bij de opwarming. Maar volgende week zal die uitleg er niet meer zijn. Dus heel veel plezier met dansen en hopelijk tot snel allemaal. Dus doe gezellig met mij mee. We gaan beginnen met de warming-up Staparaat van The Lion King. Al mijn danskids kennen die al. Dan wil je ook gezellig meedansen met musical les vanuit huis? Dan ga ik hem nu helemaal van het begin tot eind aan je aanleren. Je gaat met je hoofd van naar rechts en naar links. 1, 2, 3, 4 en voor en achter en voor en achter. Zorg dat je in de tweede positie parallel staat. Je knieën licht gebogen, dus niet op slot zetten. Dan krijg je een head roll. 8. Tellen en naar links. Yes. 7, 8. Hetzelfde doe je met je chest, oftewel je borst. Rondje, 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 rondje. Andere kant. 2, 3, 4. Je heupen. En 1, 2, 3. En da, da, da. Dan krijg je je voeten. Voet. Voet. Je gaat echt over je tenen heen en je hele been. En voet. Voet, hele been. Volgens mij is dat heel helder tot nu. Ga ik even mijn schoenen uitdoen. Dat is veel handiger bij de tendus. Je doet dus en je tenen. Je doet dus je tenen. Je tenen en dan gaat je hele been. Dan krijgen we tendus. Die we ook in modern en tendus die we ook in modern en klassiek ballet hebben. Handen tegen elkaar, eerste positie. Handen in je zij. En je doet half, heel, half terug. Dus als dit je voeten zijn, half, helemaal strekken, weer je tenen op de grond en terug. Half, heel, half, terug, uit. In, uit, in. Links. Half, heel, half, terug, uit, in, uit, in. En je moet zorgen dat je knieën gestrekt blijven en dat je zelf ook rechtop staat. En dat je ook steeds weer in de uitgedraaide positie terugkomt. En dat je je tenen ook strekt. En voor is niet hier, hè? Dit is zij. Dus voor echt naar voren schuiven en wel die tenen naar de zijkant. Dus je hebt gehad, half, heel, half, terug, uit, in, half. Heel, half, terug, uit, in, opzij. Half, heel, half, terug, uit, in, half, heel, half, terug, en uit, en in, en uit, en sta. Dus je hebt en uit, en in, en uit, en sta. Dus de tendu, je schuift hem naar voren, half. Heb je je tenen aan de grond en verder alles gestrekt, heel. Pont je voeten, half en terug en uit en in en uit en sta. Wat helpt is voor jezelf, half, heel, half, terug en uit en in en uit en in. Half, heel, half, terug. Om dat riedeltje voor jezelf op te noemen terwijl je het doet. Dat helpt mij altijd. Oké, gaan we verder. We hebben de tendu gehad. Dus zoals die voet naar voren schuiven en echt over de grond schuiven. Ga je in de tweede positie staan, krijg je je chest, oftewel je borst, opzij. Je moet denken dat hier een draadje zit, als iemand je zo opzij beweegt. Heupen mogen daarentegen niet mee bewegen, dus dit is niet de bedoeling. Dus denk dat hier een groot touw loopt, zo hieronder, bij je ribben, en dat iemand zo die opzij duwt, ja? Handen mogen in de zij. Als het lastig is, doe je handen naast je. Want dan kun je meebewegen. Ja? Dan krijg je 1, 2, 1, terug. Nee, dan krijg je 1, terug, 2, terug, 3, terug, 4, terug, voor, achter, terug, voor, terug, achter, terug. Voor, zij, achter, zij, voor, zij, achter, zij. Dan krijg je heupen. Rechts, links, rechts, links. Dus weer knieën gebogen alsof iemand je heupen optilt.
4 keer. En dan voor, achter, voor, achter, voor, zij, achter, zij, voor, zij, achter, zij. Maak je een vierkantje. En het gaat allemaal ietsje langzamer dan ik het voordoe. Je chest is ta, ta, ta en ta. En dan krijg je hetzelfde stukje, maar dan parallel. Dus het refreintje met half, heel half terug, doe je nu parallel. Heupbreedte, handen in je zij. Maar het liefst mooie armen. Dus elleboog op en handpalm wijst naar voren. En iets rondgebogen, schouders laag. En denk nu niet aan dat dit naar voren gaat. Hè. Je ribben blijven in, buikspieren aangespannen. Dan doe je half, heel, half, terug, uit, in, uit, in. Denk opzij, half, heel, half, terug, dat je niet gaat uitdraaien. Blijf ingedraaid. Yes? Oké, dan krijgen we een heel klein stukje conditietraining. Your je krijgt ineens een tempoverandering in de muziek. Er wordt ook even niet meer gezongen. Wat je doet, je krijgt billentikpas. Zul je straks zien. Daarna krijg je knieën heffen. Ja, je handen blijven hier. En je tikt met je knie je handen aan. Dan gaan we shaken alsof we sambaballen hebben. En dit is ook echt voor je armspieren. Dus niet een beetje heen en weer. Nee. Ta 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 ta. Hoog en laag en laag. En hoog en hoog en laag. En laag. Krijgen we een chassé opzij. Wat je doet met je benen. Stap. Spring. Stap. Achter. Voor. En bij de achtervoor komt je been dat als eerste opzij gaat. Iets van de grond. Nogmaals. Stap. Spring. Stap. Achter. Voor. Yes. Stap. Hoog. Laag. 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 Hoog. Laag. Nou, dat gaat natuurlijk veel sneller. Je krijgt ta 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 ta. Ja? Armen erbij. Stap, spring, stap. Achter, voor. Stap, spring, stap. Achter, voor. Yes? Daarna ga je heel lang door je hele huiskamer heen rennen. Rondje rennen, 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 rennen. Kom je weer terug op je plek. Maken we weer een uitgedraaide eerste positie. Krijgen we weer half heel half terug. 2 keer. Daarna ga je via laag op je tenen staan. En probeer je te blijven staan. En ga nou niet halfjes, hè, een beetje hier. Ka! Echt op die voorvoet. Start de muziek! Komt die hersenpan over je vast? En ik kan geen domheid verdragen. Dus ik vraag slechts een kort ogenblik. Helaas blijft er weinig van hangen. Er brandt op die vliering gericht. Wat gaat hier om grote belangen? Nieuwe koning is je lieve loning. En wat moeten wij aan? Massa, achter mij aan. Zie hier al mijn krijgsmacht. Triomf van de wereld.
Let's do this!
Challenge. Dus ik zet een liedje uit Hairspray aan en dan moeten we eerst proberen om 30 seconden te planken, daarna een minuut. Komt-ie, dit is Mama, I'm a Big Girl Now. En hou wel de tijd bij. Seconden. Hebben jullie het volgehouden? Dan gaan we nu voor een minuut. Oké, ik zet hem weer op play, ja? Let's go. Denk eraan, billen aanspannen, buik aanspannen, voeten bij elkaar. Let's go. Nog 30 seconden!
je nu stretchen. In het noorden, ver van hier, stroomt een oude magische rivier. Ga maar slapen, lief en droom. Al wat ooit was, rust in huis hoog. In het water, diep in sneller. Ta 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 ta. Oké, nu op muziek. Van hoek naar hoek. Waar je op moet letten bij de armen, is dat je geen telganger wordt. Dus niet zelfde arm, zelfde been. Dat is gek. Dus wat je doet, als ik zo sta, met rechts voor, is mijn linkerarm voor, rechts opzij. Als ik moet wisselen, gaat het andersom. Je wisselt via onder. Yes. Daarna, als je dat een paar keer hebt gedaan, mag je proberen om te wisselen. Via, in plaats van zo, te wisselen via hier. Ellebogen op en uit. Oké, gaan we door met de hoge chassé. In plaats van dat jij schuift, stap, schuif, stap, zoals bij de lage, gaan we springen. Stap, spring, stap, wissel, stap, spring, stap.
je ene been weg met je andere been. Stap, schop weg. Eigenlijk moet je het zo zien. Dit is even uitvergroot natuurlijk. Stap, spring, stap. Stap, spring, stap. Even de andere kant op. Stap, spring, stap. Stap, spring, stap. Stap, spring, stap. Wat je niet moet doen, is je moet niet gaan huppelen. 5, 6, 7, 8. Overheen springen. Als het niet nodig is, weet dat je na twee keer chassé, weet dat je na twee keer hoge chassé één stap doet en dan een spagaatsprong. Wat je krijgt, twee keer hoge chassé, chassé, chassé. Je mag ook handen in je zij. Doe je stap, spring. Ja, dan doe je een spagaatsprong. Oké, dus chassé, stap en spring. Dus ga je alsof je ergens overheen springt. Ene been gooi je naar voren, woep, daar kom je op terecht. Ja, laten we dat één of twee keer op muziek proberen. Komt ie. Ik doe hem een beetje laag, ik doe hem wat hoger, ik wissel het om. Oh, you keep me coming when I'm in Miami. There is coffee somewhere.
en loop. Huchet. Stap. Op. Stap. Op. Stap. Achter. Loop. Loop. Andere been. Links. Draai naar de andere kant. Naast. Achter. Loop. Loop. Huchet. Dus je staat tweede positie. Als je naar binnen schuift, moet je smokkelen
naar parallel. Dus dat betekent voeten naast elkaar. Dus je hebt... Waar zijn de sterren heen? Hoor je zwart? Zwart? Dan drop je jezelf naar beneden. Dus... Boom. Helemaal down. Yes. Zwart is molen. De. Hier moet je een curve maken. Nacht. Ja. Arabesk. Dus dan wil ik armen op één rechte lijn. Je schouder mag iets open. Op, 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 op. Je been strekken. Achterste been uitdraaien. En een lange lijn. Nacht. Zingen ze, ik weet niet. Ik weet. Trek je alles in. En op niet, spring je weer uit. Vanaf het begin. Dus je hebt. Waar zijn de parallel sterren heen? Zwart. Is de nacht. Blijf staan. Ik weet niet. Ja? Gaan we dit een keer op muziek doen. Let goed op de muziek. Het begin gaat ervan af. Dan begint hij. Zoals je zag, daarna dus, je hebt die gedaan, spring, loop, 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 loop. Ik, op ik kijk je naar voren, op moet maak je een slide over de grond. Je zakt naar de grond, je zet je linkerhand, je slide op je scheenbeen, dus niet op je linkerknie, maar op je scheenbeen, want anders ga je jezelf echt pijn doen. Dus wat je doet, slide naar voren, zet neer, alsof je op wil staan, maar dan rol je over je billen terug. Eerst je linkerbil, bil, rechts en zit. Ja? En je zit hier gewoon recht, dus niet schuin op de diagonaal, recht. Dus je hebt, ik weet niet waar... Ik moet gaan. Nieuw stukje. Je bent op moet gaan teruggerold. Dan krijg je ta-da. Ze zingen daar een riedeltje. Ta-da-da. Dan ga je over, over. Kijk wat mijn benen doen. Die gaan dus van hier zo liggen. Eén voor, één achter. Allebei gebogen. Tenen gepoint. Voeten gepoint. En dan ga je naar beneden. Dan zingt hij thuis. Op thuis. Scoop je op. Is een lege droom. En droom bedoel je alsof het allemaal eens op slot stil, op slot gaat. Ja. Dan gaat alles plat. En dan kom je overeind. Yes. Dus je hebt moet gaan. Tada. Thuis is een leeg droom. Ta, ta, da, ta. En probeer daar een beetje met een holle rug omhoog te komen. Laten we dit stukje doen op muziek. Ik weet niet waarheen. Oké, we gaan hem even helemaal vanaf het begin tot het eind doen, omdat het best wel een pittig stuk is. Komt-ie. Waar zijn de sterren heen?
warm is de dag. Ik weet niet waarheen ik moet gaan. Thuis is een lege droom. Leeg als de nacht. Iets verlaat.
Ga dit lekker veel oefenen thuis. Gewoon elke dag en vooral die workout als je denkt, yes, het is weer tijd om spiertjes te trainen. Ga het gewoon doen, ga het bij langs. En hopelijk tot snel dat dit hele virus gebeuren achter de rug is. En heel veel plezier met dansen. Doeg allemaal!